Bonjour. Bonjour! We zijn nog steeds in Frankrijk, in Parijs. We gaan vandaag naar, wat ze zeggen, de grootste vlooienmarkt van de wereld. Europa. Europa is als de wereld. Maar oké, dit soort claims, dan denk ik altijd, het zal wel. Dus ik ga er even induiken. Hè. Is het de grootste vlooienmarkt? Ja en nee. Volgens mij vlooienmarkt denk ik, van je hebt allemaal kleedjes en je hebt gewoon mensen die de spulletjes van thuis verkopen, maar dit is gewoon een verzameling van winkeltjes. Dus is het dan een vlooienmarkt? Wat ik belangrijk vind is, wij hebben twee rijkelijk stevig gevulde portemonnees en die moeten leeg. We gaan nu naar een gebied met 250 winkels. Nee, past niet. Lijkt net of het nog niet af is, dat oog is heel eng. 60 euro. Maar dan is het waarschijnlijk wel antiek. Vind je het site? Ik vind het leuk door de kietsigheid. Dat ik vind dat gezellig op mijn slangenkamer. Maar je koopt het toch niet? Nee, 60 euro. Allemaal kleine winkeltjes. Ik wacht even. Enge poppen. Gaan we naar links of gaan we naar rechts? Ja, gaan we naar rechts. Teg de klok in. Lepeltjes. Wat is dit? Ik heb het idee dat we nu in de antiek winkelsectie zitten. Het is echt antiek winkelprijzen ook, jammer genoeg. 26 euro mensen. 35 euro per woord. 18 euro voor een kopje. Jij hebt iets gekocht. Nou, dus ik verzamel soundtracks, oude filmnummers. Ja. LP van Blade Runner. Wel de Franse editie. Oh, nice. Maar dit is toch een hele mooie hoes. Die wil je toch al bijna aan de muur hebben hangen? Lekker jaren 80, hou ik ervan. Kijk wat een mooie glazies. Hier word je echt verliefd op. Ja, deze. Weet je wat dit kopje kost, Allard? Nee. Of de set kost zoveel? Ik denk de set. Moet je raden, 5 kopjes, 6 kopjes. 125 euro. 130. When they're young. Oh, die ijsbier heb ik ook altijd een zwak voor, hoor. Dus die pillendoosjes zie je in Nederland nooit zoveel. Tenminste, in ieder geval niet. Misschien wel in antiek winkels, maar daar kom ik niet. Ik zit, nou, kijk, dat is een reddingsbootje, maar het lijkt net een rookworst. Dat vind ik dan altijd zo zielig. Dit heeft er jarenlang bij iemand op de schoorsteen van, oh, dit is mijn zoon die in de oorlog is gesneuveld of zo. Weet je, zoiets. En dan is het hier echt zo. Daar sta je dan. 15 euro. Denk ik. Maar ik vind dit niet ook leuk. 70 euro. Jezus, duur. Omdat er zoveel is, dan voel je ook niet schuldig als je er eentje overslaat, weet je wel. 10 euro. Dat is gewoon een normale prijs ook daarvoor. Is dat een asbakje of iets? Nee, dat is een mosterdpotje. Ah, oh, arme Mickey. Die vrouw is een dit. 80 euro. Ik word er ook wel een beetje rustig van dat het zijn leuke dingen. En dan komt er een vleug Waterlooplein. En dan denk ik, dit kan ik overslaan. Ja. Dan is er weer wat leuks. Als alles leuk zou zijn, en dan is dit natuurlijk niet te doen. Wat adiaat. Die plaat heb ik in Argentinië gekocht. Omdat ik dat soort gezellige... Die foto vond je leuk. Nee, ik had... ben je in Argentinië en dan heb je al die volksmuziek. Dat dacht ik... Zet je het wel eens aan dan? Ja. Ja? En dat is echt zo van plaat in de jaren 50. Hij was toen een grote ster daar. Kan je het even nadoen hoe de muziek gaat? Ja, dat weet ik veel. Argentijnse nee, ik wil het even dat je... Gezellig. Dus is het met handjes lullen? Dan zie je ze allemaal messen en ertussendoor staat er gewoon een gezellig kikkertje. Dat is toch ook leuk? Heel leuk. En vroeger gooide je het in de vuilnis en nu is het waarschijnlijk 20 euro waard. Nu denk je, oh my god, it's vintage. Ja. Oh, die eekhoorn. Ik heb de eekhoorn gekocht. Ik heb namelijk in gedachten wat ik ermee ga doen. We waren in een hotel in de buurt van Bordeaux. En daar hebben ze een lamp gemaakt van een beeldje van een poes. Ik wil zelf ook even kijken of het lukt van mij om het van beeldjes lampjes te maken. En de bovenkant, waar de grootste gat moet zitten, daar zitten ze al een gat, want het is een fles geweest. Ik weet ook niet of ik hier op korte termijn zou gaan doen, maar als ik hem af heb, dan laat ik hem wel eventjes zien. Hollywood blaadjes. Maar dat vind ik ook dus te leuk. Ja, maar dat mag je niet open, maar oh, Disneyland. Ja, precies. Regie Bordeaux toen ze nog een beetje normaal was. En met normaal bedoel ik dan niet een antisemiet. $100.
Oh, lalaatjes. En die eieren heb ik ook wel eens, maar die had ik ook wel wel. Kost hier 30 gewoon. Hier, die koopt volgens mij al die brikkenbraks leeg. Want dit zijn dezelfde asbakken die we laatst zagen voor 2 euro. Die zijn hier 15. Die martini? Nou, ja. Kijk maar. Je krijgt wel de derde gratis. Hier kan je ook nog echt iets leuks van maken. Dit is ook leuk, hè. Oh, dit soort spullen, jongens, ik leef ervoor. Ja, dit is allemaal 1600 nog wat. Marché Dauphine is dit. Dus de vraag is nu, waar hebben we zin in? Gewoon even kijken. Ja joh, gezellig, allemaal strips en zo. Scooby-Doo'tjes. Zo jaren 80 dit. Oh, filmsterposters en muziekposters. Ik zie ook allemaal nieuwe dingen ertussen. Ja. Niks aanraken. Spullen hebben we niet. Mijn jeugd komt voorbij. Ik heb toch Allard even boven alleen gelaten, want ik wil toch iets meer bij de boutique kijken. Hij is nu met de plaat bezig en dan komen we zo weer tegen. Dus ik loop nu meer richting antiek, dat is dan beneden. Wat ik nu zie is best wel kroonluchter effectjes en zo, dat hoeft voor mij niet. Nou, het is wel de categorie groot en mislepend hier. Ik heb ook het idee, het is natuurlijk augustus als ik dit film. Dat er heel veel mensen op vakantie zijn momenteel. Allemaal dicht. En het gaat maar door. En volgens mij kan ik het hier laten opsturen. Dat is toch ook wel heel erg slim, hè? Er is het uitverkoopbakje ook nog steeds. 15 euro voor dit potje. Dit is vast van een Frans merk wat ik niet ken, maar deze is 380 euro. Ik durf niet eens in de buurt te komen. Nou, deze kalkoen is fantastisch, maar daar durf ik niet eens te kijken wat die kost. En kijk nou. Deze vis. Oh, my lord. Ja, we gaan het hier over honderden euro's hebben. Ik kan wel gaan kijken, maar we weten het eigenlijk al. Heel schattig. Heel leuk deze. 68 euro. 22 euro. Allard, dit is je haan, hè? Deze is 90. Ja, en voor hoeveel heb ik hem? Ja, maar jij hebt hem... Heel klein busje eraf, hè? 2. 1 klein busje, dan draai je gewoon naar de muurkant. 30. Heb je voor 30 euro hetzelfde plezier. Als ik dus Google Maps moet geloven... Zijn we nog niet eens officieel waar we moeten zijn? Ik ben nog spullenburf. Ja, dat ik denk van... Nog meer spullen? Ja. We zijn er volgens Google Maps. Even met gevaar voor eigen leven oversteken. Dus dit is eigenlijk pas officieel de markt. Holy moly, dit is groot. Voelt dit voor jou ook niet een beetje als een soort outletmol of zo, met zo'n rode loper? Weet je, zo'n... Dit geeft mij niet heel erg een vlooienmarktgevoel. Ja. Je weet ook dat alles prijzig is en ik loop gewoon langs een Ming-fase. Maar kijk hoeveel allees er nog zijn. Ja. Oh, wat vervelend, hè? Kom, patat. Het is gewoon echt antiek. Het glimt je tegemoet. Je moet bijna je zonnebril opzetten, dat je niet al die kandelaarse reflectie met die zon in je gezicht krijgt. Het is mij te shiny, hoor, dit. Ja, maar dat is toch niet te kopen? Het gaat toch allemaal een beetje per hoofdstuk. En dan zitten we nu gewoon in de hele dure afdeling. Weet je, dat het hiervoor dacht, god, is dit duur? Maar dan was het, zeg maar, de medium price. Dit is dan, zeg maar, waar Gordon even wat goud koopt. Denk je dat hij antiek heeft? Ik denk het niet, toch? Kijk, dat is een leuk tafeltje. Wat zou het kosten, denk je? 1280. Kijk, je zat met je tuin hebben staan, joh. Het is voor mij natuurlijk de hemel, deze winkel. Maar ik ga toch maar niet naar binnen, want nou ja, ik weet niet wat het gaat kosten. Google Maps zegt dus dat bij dit Paul Serpiet
ook nog wat te halen valt. Maar we zagen ook daarachter nog een markt. Maar dat kan ook gewoon de groente, fruit, vlees, kaasmarkt zijn. Is ook zo. Oh jeetje, kijk nou eens. Het lijkt alsof we in een museum terecht zijn gekomen. Dat zie je ook niet zo snel in de kringloopwinkel. Nou ja zeg. Hier buiten heb je ook nog spullen dingen, hè? Oh mijn god, waar zijn we nou weer beland? Ja. Zo leuk. En jullie wat zeggen? Nou? Ik begin een beetje spullen uit te raken. Nou, Om je mond gespoeld. Spoel jij eens even je mond. Zeg. Is wel leuk. Je kan hier gewoon haute couture Balmain kopen. Het tasje is al €1200. Dus wat deze jurk van Dior kost. Ik durf niet te kijken. Ik zie het ook niet. Dit is wat we zochten. Dat is ons niveau. Gewoon lekker ongedwongen lekker stofhappen. Maar dan wel voor een leuk prijsje. Zonder hapjes. Dit is een vlooienmarkt. Die is gesmolten inmiddels hoor, die plaat. Die zou ik niet kopen. Kijk. Ja, ik hoef hier ook dus niks van, maar... Kijk, weer een 8 mm projector. Helemaal jouw feestie. Die glaasjes vind ik leuk. Ja, die zijn mooi. Kijk, nou het ene. Ik heb zo eentje thuis. €20 per stuk. Lekkere glimmertjes. Love it. Ja, maar dat hier een barst in zit. Ja, dit ga ik natuurlijk niet meenemen in de trein. Och, kijk. Voor worsten. Wat is dit? Van de muur. Nou, nu zijn we in een soort kledingwereld beland. Oh, even snel loeren. Volgens mij heeft Allard het een beetje gehad inmiddels. Vogelzand, altijd handig. Ja, scharrelen. Ook heel veel. Oeh, dit is wel wat waard. Oh, maar dit is een deksel van iets. Zonde, hè? Het is heet. Oh mijn god, ik heb mijn handen net gebrand. We hebben wel even een drankje verdiend, zeg ik. Is dit een aanrader? Ja en nee. Ik vond het heel leuk om allemaal, maar ik moet wel zeggen, dus die prijzen waren echt gewoon bizar. Als je naar een brokante bent geweest op het platteland, dan denk je echt bij alles, oké, keer 20. Hier weten ze wat het waard is. Maar die ene hal, moet je even extra noemen, die was wel echt leuk. Die eerste. Jij hebt een eekhoorn, ik heb een LP van Blade Runner. Ja, dus die hadden we eigenlijk al bij het eerste halfuur gescoord. Het is een beetje warm. Een beetje spullenmoe nu, maar vanmiddag gaan we lekker weer door. Het kan. Je kan spullenmoe zijn. En wij zijn het nu. Dank voor het kijken. Nou, dit was voor ons Frankrijk. Even voor nu. Ik zeg au revoir. En tot de volgende keer.